Ja, dan was ook deze. Oh! Wel. Kut. Wow. Dat is echt een videoclip. Ook echt fijn als mensen die een film al hebben gezien dan zeggen: oh, dit wordt een leuk stukje. Wow, is dit onval? Ik ga blink twice, I need help. Hallo en wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Vlogmas vlog. Ik ben lekker op dreef, ik heb nog niet één dag niks gefilmd. Dus ik dacht, ik moet vandaag ook gewoon filmen terwijl ik de hele dag moest werken. We hadden audities voor Kinderen voor Kinderen. Heel veel getalenteerde jongens en meisjes gezien. Maar ook is weer gebleken dat zingen best wel moeilijk is. Maar het was een hele leuke dag. Morgen weer, dan is de finale. Nu ga ik lekker naar huis, koken, eten. Jelle is er al, als het goed is. Misschien dat we vanavond al de kerstboom gaan optuigen. Anders wordt dat morgen, maar dan zie je het alsnog in deze vlog. Hallo schatje. Hallo schatje. Ik stond deze week voor het vega-schap. Kijken naar al die lekkere vega-vleesvervangers. En bij allemaal dacht ik, geen zin in. Ik had eigenlijk gewoon zin in kip. Ik heb namelijk een hele mooie grillpan. Loodzwaar gietijzer. Maar dan kan je heel lekker sappig kip op grillen. Maar ik pakte hem net uit de kast. Ik zie dat hij verroest is. Misschien heb ik hem niet goed droog gemaakt de laatste keer. Maar ik denk niet dat het slim is om stukjes roest te gaan eten. Ik ga even iets anders verzinnen voor de kip. Het is trouwens wel biologische kip. Dus het is ook een rib uit mijn lijf. Zo'n barbecue vleesband ineens. Heel toxic. We zijn helaas nog niet aan toegekomen om de kerstboom te versieren. Moesten nog heel veel vlogs inhalen van Bonnie en van Jenny. Is het tijd voor een adventkalendertje? Voor deze lieve poes. Hey, 11 heb je nog niet geopend. 10 wel, zie je wel open. Oh nee, ook niet. Oh, wat in te halen. Oh, loop een echt beetje achter, Kai, sorry. Misschien mag Jelle ook wel alvast één cadeautje uitpakken wat onder de kerstboom ligt. Wat vind jij, Kai? Wordt gedwongen om altijd in deze vlogs te spelen, maar ik vind het helemaal niet leuk. Send help. If I blink twice, I need help. Wil je ook een cadeautje uitpakken alvast? Ik weet al wat dit is. Nou, die grote mag je uitpakken. Echt? Oké, zeg maar. Het is een dekentje. Oh, nou, zullen we nog wel zien. Lieve Jelle, nu krijg jij het net zo lekker warm als deze schaafjes. Dit is de allerzachtste die ze verkopen. Lars. Lars? Wie is dat? Voor je andere vriendje. Oh, kut, die is voor Lars. Oh shit, die is voor Lars. Oeh, dan chic. Oh. En lekker zacht van binnen. Het is echt zo'n slaapzak. Oh, het echte schaapje. Oh, oh wat lekker. Oh, het lijkt een soort mantel van een koning. Ja. Oh, het is zacht. Oh, het is echt lekker. Category is... Royal Highness. Sissy that one? Wat doet hij allemaal? Gekke ome Jelle. Ik heb al de hele avond een slappe lach om niks. Waarschijnlijk dat ik moe ben. Geweldig. Ben je blij mee? Ja. Hé! Hey, daar... Oh. Ik krijg... Dan moet ik lachen om iets heel doms. Maar dan is mijn lach zo stom dat ik weer moet lachen om mijn eigen lach. Hé, hey, waar ben jij? Volgens mij moeten we gaan slapen. Ik moet morgen weer de hele dag werken bij de audities, maar iets korter. Dan gaan we daarna aan de slag met de boom. Waar ben je nou? Waar ben jij? Hallo? We gaan een sociaal experiment doen met Kai. Sociaal experiment? Nou, die lacht van mij. Nou, oh. Kijk of hij op het nieuwe kleed van Jelly gaat slapen of op het oude kleed van Brammy. Dat trouwens nog steeds net zo zacht is als toen ik het kreeg. Dat is echt fijn. En hier slaapt hij heel graag op. Maar ja, deze is wel heel zacht. Benieuwd waar jij morgen wakker wordt. Helaas. Geen van beiden beslapen.
Dit is hoe het is afgelopen met mijn bieslookplantje van Albert Heijn. 1, 2. Het is zondagochtend. Best wel vroeg. Nou, 8:30 geloof ik. Maar nee, 9:30. Valt wel mee. Spannende dag voor heel veel kinderen. En ook een spannende dag voor mij, want we gaan vanavond de kerstboom versieren. Ik heb er zin in. Tot straks. Wat heeft hij? Wat is er? Heb je geen eten gehad? Dat kan toch niet? Oh. Er zit gewoon eten in. Hé, ligt er opeens een nieuw cadeautje. Oh. Even voelen bij allebei de kleedjes. Wat ga je doen, Kai? Meteen mijn nieuwe kleed naar de Filistijnen. Toch maar op zijn oude vertrouwde kleedje. Jongens, wakker worden. We gaan de kerstboom versieren. Zo, ik ben weer thuis. Het was heel leuk bij de audities. We hebben hele leuke nieuwe koorleden gevonden, gelukkig. Maar het was wel een lange, pittige dag. Maar wat me op de been hield, is dat we nu mijn kerstboom gaan versieren. De lampjes hangen er al in. Wat ga je nou weer aansteken? Nou, pyromaan. Kijk, Jelle heeft zijn eigen trui. Jelle, penningmeester. Cool. Ga je de eerste bal ophangen? Yes. Het is jouw eenhoorn die ik vorig jaar van jou heb gekregen. Het is een hele zware top dieet eenhoorn. Oh, nu al leuk. Oh, dit wordt zo leuk. Oké, daar gaan we. Ongelooflijk hoeveel scheid ik vorig jaar had aan goede smaak. En nu kijken wat hier weer tevoorschijn komt. Jelle, waar zou ik deze doen? Oh! Nee! Vang! Nee! Oh, hier, vangen! Wat heb je daar? De piek! Zet in de comments als je denkt dat dit fout gaat. Oh! Zo, het ziet er prachtig uit. En nu hoop ik dat de piek het nog doet. 3, 2, 1, 0. Woe! Er moet nog één ding gebeuren. Nu moeten we de kerstboom nog terugschuiven. Ja, ga jij dan maar even doen. Oh, als hij omvalt. Of moet hij een stukje terug? Oeh. Nou, prima toch? En? Prachtig. Kietjeriger kan niet. Echt blij mee. Wat is jouw lievelings kerstboomhanger? Ik denk dit jaar de poedel van jou, hè? Nou, ik vind de paddenstoel echt heel leuk daar. Hoe snel denk je dat ik deze in elkaar heb? 20 minuten. Een minuut? Een minuut? Hoogstens. Oh, gaat ie ook. Kut. Er is een kindje geboren op aard. Ga nou koken. Jelle gaat nu iets heel moois maken. Ik heb nog een lichtsnoer.
met gekleurde lampjes. En gaan kijken of die helemaal zo... heel smaakvol wordt dat, denk ik. Kan je licht uit? Heel dicht bij het vuur. Ja. Kan je eens lekker tussen ons inkomen liggen? En kijken hoe erge boyfriend twins we weer zijn. We gaan even Jelle's lievelingsfilm kijken. We gaan Mean Girls kijken. Ik ken elke catchphrase uit Mean Girls, dus die ga ik allemaal mee zeggen. En dan gaat Bram zich aan erger. Dat vind ik altijd heel fijn. Ook net fijn als mensen die een film al hebben gezien dan zeggen... Oh, dit wordt een leuk stukje. Mm. Oh, dit wordt eng. Oh, dit wordt eng. She knows everything about everyone. That's why her hair is so big. It's full of secrets. Word je van Mean Girls? Wederom geweldig. Is het je lievelingsfilm aller tijden? Ja. Snap ik. Ik vond hem echt heel goed. Echt heel grappig. Ik had hem ook al een paar keer gezien. Maar ik was vergeten dat hij niet alleen geestig is, maar ook echt heel goed gemaakt. Bij Jozef en Maria. Nee, eruit! Uit met je staart bij die eenhoorn. Dit komt onze kerstkaart. Ik weet niet wat jullie gaan doen, maar... Oh jawel, jullie gaan verder kijken aan deze video. Ik ga even ondertussen lekker slapen. Maar voor je het weet is het alweer morgen. Doe een duimpje omhoog. Tot morgen. Auw! Oh. Wat ben je in je kuit? Iets in mijn kuit. Goed zo, kijk, pak hem. Attack! Oh, ik heb net snoepjes gegeten. She's a model. Nee, is niet jouw kalender. Het is vandaag maandag. Ik ben vrij vandaag, soort van. Jelle moet een beetje studeren, denk ik. Ik ga nog een stukje gaan wandelen. Verder zien we wel wat de dag brengt. In ieder geval gaan we genieten van onze kerstfeer hier in huis. En ik mag wat vakjes openmaken, want ik heb het een tijdje overgeslagen. Koffie uit Guatemala. Koffie met walnootzimt. Kaneel, denk ik. Oh, ja. Walnootkaneel. Die gaan we proberen. Oh. Maar goed, dit is maar 20 gram. Maar ik heb ook nog mijn koffie van Wakuli, die ik vorige week heb opgestuurd gekregen. En als jij die ook wil proberen, hij is namelijk erg lekker, vind ik. Gebruik dan mijn kortingscode BRAMSKOFFIE voor 50% korting op je eerste bestelling. Nou, je zal het niet verwachten, maar we gaan ze weer malen. Ik heb jullie ook al 300.000 keer gezien. Erin. En dicht. En dan dat kutgeluid de hele tijd dat jullie niet horen, maar ik wel elke ochtend aan moet horen. Oeh, dat is wel lekker. Nou, daar gaat hij, de koffie met walnoot en kaneel. Nou, ik verwachtte echt dat ik het walgelijk ging vinden, maar het is een heel subtiel bijsmaakje. Eigenlijk wel lekker. We zijn even een stukje gaan wandelen in het bos. Voor onze rust. Maar er is iemand daar met een kettingzaag iets aan het omzagen. Nee. Niet doen. Het is echt diep, schat. Het is drijfzand. Moet je eruit tillen met een tak. Oh. Nou, gaan we maar weer eens naar huis. Jelle! Leuk man, die laarzen. Kan Jezus opzuigen? Nee, nee! Voor de mensen die zich afvroegen hoe het met mijn verbrande vinger gaat. Goed, er is één blaadje gekomen hier. Voor de rest zie je het eigenlijk helemaal niet meer. En daarom gaat Nederland voor een periode van in ieder geval 5 weken in lockdown.
We hebben lekker pizza gegeten en daarna heeft Jelle een commissievergadering. Een commissievergadering. God. Waar die penningmeester van is. En ik heb gemonteerd. En nu gaan we de mini-mix van de vegetarische slager proberen. En dat mini slaat blijkbaar niet op de grootte van de snacks, maar op de hoeveelheid die er in die doos zit. Maar kijken, de doos kan gewoon de helft kleiner. Maar goed, wel benieuwd. Zo. Wel. Ik ga de mini frikandelletjes even... Wat is er met jou? Toen ik je ontmoette was je zo'n braaf joch. Ik heb je echt verpest. De mini frikandelletjes ga ik even aan een grondig uitgebreide review onderwerpen. Begon wel veelbelovend. Vergeleken met een echte frikandel is het een beetje flauw. Klein beetje melig, maar kwam echt goed in de buurt. Dus ik zeg... Score! Ik ga Jelle de rest opvreten. Nou, Bram heeft in zijn broek geplast. Hij heeft zijn trui geplast. Maar de snacks waren wel lekker. Het is inmiddels bijna 12 uur. Oh, het is al 11:55. En morgen heb ik een hele lange dag met heel veel videovergaderingen en echte vergaderingen. En het BNNVARA kerstfeest, maar dan online. Dus wij gaan lekker slapen. En dan zie ik je weer in een nieuwe vlog. Kijk maar even. Doei. Doe je de kerstboom even uit, Kai? Tot morgen. Oh, eeuw. Kan echt niet. Bluf als je dat erin laat. Nee, never. Zo is hij dus altijd, hè. Dit is gewoon true representation. Ik laat nooit geen...